We gaan door naar het volgende onderdeel. En daarvoor wil ik Christine het podium opvragen. Hartelijk applaus. Christine, voor de mensen die het niet weten, jij gaat vandaag een aantal awards uitreiken. Dat doe je morgen weer. Klopt. Welke awards zijn dat? Dat zijn de Surf Onderwijs Awards. Vet. En ja. Daar hebben jullie met een hele commissie naar gekeken. En dan dachten jullie van, wie zijn de mensen die het grootste impact uitoefenen? Ja, nou, de Onderwijs Awards. Kijk, onderwijs gaat over mensen. Dat is een relatie tussen mensen. En digitalisering gaat ook over mensen. We kunnen het over technologie hebben, maar uiteindelijk het toepassen van technologie, dat gaat echt over mensen. En alleen krijgen we iets in beweging als er mensen met passie, met een drijfveer, met energie zeggen van daar moeten we naartoe. Pas dan komt er echt iets in beweging. Ja. En daar hebben we echt een heel aantal mensen van in onze sector, van dat soort mensen die echt, nou ja, echt ergens voor willen gaan. En die mensen willen we echt in het licht zetten. En daarom hebben we de Surf Onderwijs Awards ingesteld. En je zegt, die willen we in het licht zetten. Ja, dat en daarvoor hebben jullie ook een award. Ja, een dat licht geeft, award. Die staat daar. Ja, ja. Tof. Ja. The floor is yours, Christine. Dankjewel. Want deze Onderwijs Award, de eerste deze onderwijsdagen van 2021, wil ik met ontzettend veel plezier uitreiken aan Menno Scheers. Menno, gefeliciteerd. Dankjewel. Van harte. Menno, we reiken jou deze Onderwijs Awards uit omdat je als architect aan de Vrije Universiteit van Amsterdam echt een hele belangrijke bijdrage levert aan de digitale strategie van de VU. Maar je doet veel meer dan dat. Je hebt een visie op onderwijs. Je hebt heel erg goed in je hoofd wat de transformatie van onderwijs betekent en wat de rol van digitalisering daarin is. Maar je kijkt verder dan de VU. En als lead architect van de hoger onderwijssector architectuur heb je een ongelofelijke bijdrage geleverd aan een toekomstbeeld voor het onderwijs. Wat heeft het onderwijs nou nodig in de toekomst aan ICT-voorzieningen? En hoe kan de sector daarin ook zijn eigen soevereiniteit bewaren? Jet had het net even over publieke waarden. Dat is echt een hele belangrijke invulling van hoe kunnen wij als sector nou eigenlijk onze publieke waarden realiseren? En daarbij ben je echt ongelooflijk visionair. Je weet heel goed waar je het over hebt. Je bent ontzettend kundig en je weet die visie neer te zetten. Maar wat ook ontzettend belangrijk is, is dat je een heel verbindend persoon bent. Dus je zorgt ervoor dat die visie tot stand komt, tot stand is gekomen, in samenwerking met heel veel verschillende mensen. Met studenten, met docenten, met onderzoekers, met ICT-directeuren, met bestuurders, met mensen vanuit het ministerie. En die mensen heb je allemaal meegenomen in waar moet het nou eigenlijk naartoe? En wat betekent dat nou eigenlijk voor de sector? En die visie die er nu ligt, die wordt echt gedragen door de hele sector. En daar kunnen we nu met elkaar ook echt invulling aan geven. En dat is ongelooflijk revolutionair. En je hebt echt een grote impact op de onderwijsinnovatie in Nederland. En daarvoor willen we je ontzettend bedanken. En je deze Onderwijs Award voor uitreiken. Nou weet ik eigenlijk niet, kan ik hem je wel geven? Ja. Omdat er een sticker aan zit namelijk. Ik geloof het niet. Menno, kom even hier als je wil. Dan kan je hem in ieder geval vasthouden. Okay. De onderwijs. Yes. Menno, is dit voor jou? Een korte reactie. Want jij wist natuurlijk helemaal van niks vandaag. Nee. Nee, absoluut niet. En ja, wat ga je op zo'n moment zeggen, hè? Nou, allereerst denk ik gewoon super veel dank. Ik voel mij gewoon echt bijzonder vereerd gewoon met deze prijs. Ik denk dat die ook gewoon op een heel goed moment komt. Dus nadat we met visie, strategie en enterprise architectuur zijn bezig geweest voor de sector. En dat we dat binnen de groeifonds gelden gaan omzetten in realisatie. Ik wil ook enorm zeg maar mijn collega's bedanken van de VU. Mijn collega's van de HOSA. Hun bijzondere inzet, zeg maar, hun enthousiasme, maar ook steeds die kritische vragen die zij weten te stellen, die gewoon iedereen zeg maar, scherp weten te houden. Nou, ik,
Ik ben ervan overtuigd dat als wij ook gewoon samen, zeg maar, die stip op de horizon houden, dat wij gewoon echt fundamenten kunnen leggen waarmee je ook de onderwijsvernieuwing op grotere schaal zou kunnen doen. Dankjewel. Heel erg dank.